Goedemorgen. Wij zijn een gezond ontbijtje aan het maken. Ik maak een salade met mozzarella en pesto. En Nessie maakt wraps met kip. Lekker, hè? Maar je gaat ook eitje maken, hè? Ja, kijk. Kijk, hij heeft van die eiwitten gekocht. Liquid egg white. Pure eiwit. En daar gaat hij een eitje van maken. Maar ik ga nu even verder met salade, jongens. Er is buffel mozzarella. Ik vind het echt lekker. En daar doe ik van die verse groene pesto eroverheen. Van de appie. Er is mijn salade erg simpel gewoon. Ik doe een beetje zout eroverheen. Een beetje peper. Zal ik dat doen voor je? Ja. Zeg maar stop. Over hierheen alleen, hè. Ja, stop. En een beetje olijfolie over mijn tomaten en sla. Beetje. Ik heb hier je vinger voor doen. Thanks. Dit is mijn slaatje. Lekker hoor. Ik begin vandaag weer met vloggen. Ik ga vandaag gewoon thuis blijven eigenlijk. Ik heb helemaal geen plannen. Maar ik dacht, ik ben sinds kort begonnen met wat gezonder te eten. Dus ik laat jullie gewoon zien wat ik vandaag allemaal ga eten. En that's it eigenlijk. Ik ben niet heel streng of zo bezig. Ik heb 2 dagen geleden nog McFlurry gegeten, alles en zo. Dus ik ben niet heel streng voor mezelf. Maar ik eet gewoon gezonder dan eerst. Want ik had op een gegeven moment een moment... ik had op een gegeven moment echt een periode dat ik bijna elke dag frikandellen en friet at. En dat vind ik echt niet kunnen. Dus ik heb het weer een beetje opgepakt. En nu eet ik wat meer groenten en fruit en al die dingen. Dus ik laat jullie even zien wat ik vandaag ga eten. Ik heb dus al ontbeten zoals jullie hebben gezien. En ik heb me nu helemaal opgemaakt. Ik heb me omgekleed, alles. Want ik ben nu foto's aan het maken. Ik heb laatst een pakketje gekregen van LA Sisters. En die vond ik echt super tof. Ik vind hun kleren echt heel mooi. Ik heb even lekker foto's gemaakt. De ventilator staat hier ook echt super hard aan. Want ik had het zo warm gekregen op een gegeven moment. Ik heb in ieder geval foto's gemaakt. Dus daarom zie ik er zo uit. Ik laat jullie ook gelijk zien wat ik van ze heb gekregen. Lijkt me wel leuk. Dus ik laat het even zien nu. Momentje. Als eerst een kaartje gekregen. Super lief. Ze zijn echt allebei super knap. Niet normaal. Ik heb dit jurkje gekregen. Een oranje jurkje. Dat heb ik zelf gekozen trouwens. Ik vond hem echt zo tof. En Nessie vindt hem ook echt tof. En er staat Girls op. Ik vind deze echt leuk. Ik heb bijna nooit oranje. Dus ik dacht, waarom niet? Ik ga deze gewoon zwaar rocken. Ik heb er nu al zin in. En ik heb een shirtje gekregen met Darling. Ik had de vorige keer trouwens met mijn samenwerking met Come Get Fashion had ik ook LA Sister shirtjes gekregen. De kwaliteit is echt top. Maar ik had toen een S besteld. Die waren iets te groot, dus ik heb toch voor een XS gekozen. Ik ben benieuwd hoe deze vallen. Ik heb dit shirtje gekregen. Echt super gaaf. Deze heb ik ook allemaal zelf gekozen. En ik heb zo'n kort broekje gekregen. En deze ga ik aan op vakantie. Ik heb nu al zin en hij is echt super tof. Wacht, ik haal hem even uit de verpakking. Kijk één keer hoe gaaf. Deze ga ik sowieso zwaar rocken. En ik heb natuurlijk deze camo jacket gekregen. Ik ben hier echt super blij mee. Thanks girls. Ik ben trouwens 3 kilo afgevallen. Dat is niet zo heel veel. Ik moet nog 5 kilo eraf. Maar het werkt wel. Maar het komt omdat ik niet zo streng ben voor mezelf. Ik drink mijn koffie nog wel met melk. Want ja, ik vind het gewoon lekker. Ik vind het gewoon lekkerder. In het begin dronk ik altijd zwarte koffie. Maar ik weet niet wat het is. Ik ben gewoon opeens ja, overgestapt naar koffie met melk. Heel slecht, ik weet het. Maar ik ben al blij dat ik het zonder suiker drink. Een tijdje geleden had ik op Snapchat gedeeld dat ik niet meer zoveel plezier heb in het vlog. Wat ik heb gemerkt aan mezelf is dat ik zeg maar beauty onderwerpen gewoon heel leuk vind om op te nemen. En ook in een vlog te verwerken. Bijna al mijn vlogs gaan eigenlijk over beauty. Dus dat wil ook wel wat zeggen. En dat vind ik eigenlijk ook het leukste om te doen. Alleen ik ben zeg maar niet van plan om alleen maar tutorials te maken. Of ja, aparte video's over beauty. Maar ik vind het gewoon leuk om soms te vloggen over beauty onderwerpen. Ik denk dat het meer bij mij past. Kijk, het is zo van, ik deel gewoon niet zoveel eigenlijk op mijn kanaal. En ik weet dat heel veel mensen denken dat ik wel heel veel deel, maar het valt echt mee. Ik deel
amper iets over mijn vrienden, amper iets over mijn familie, amper iets over mijn verleden. Allemaal dingen die ik zeg maar ook niet graag deel. Waarom zou ik de hele tijd mensen filmen waarvan ik weet ja, dat ze daar helemaal niks aan hebben, weet je wel? En mensen tegenwoordig zijn zo grof op het internet dat ik nooit, maar ook nooit iemand zal filmen die ik heel graag heb. En dan heb ik het vooral over familie. Ik vind gewoon dat mensen soms echt zo ver gaan met hun opmerkingen. En dan vind ik het voor mezelf niet erg. Maar ik zou nooit anderen aan die shit blootstellen. Gewoon omdat ik ook weet dat anderen daar veel gevoeliger voor zijn. Dus als ik denk aan mijn leven en vloggen, dan denk ik toch dat ik zeg maar meer richting beauty ga dan dat ik zeg maar mijn leven zeg maar vlog. Want het gaat mij toch niet lukken. Ik maak niet eens een grap, ik kan 80% van mijn leven niet eens filmen. Dus vandaar dat ik het ook zeg maar minder leuk vind om te doen. En anders zit ik altijd maar een beetje mezelf te vloggen terwijl ik met anderen ben. Al twee vriendinnen die het niet zo erg vinden om in mijn vlogs te komen. En die film ik dan ook wel. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook van ja, wat heeft het dan voor toegevoegde waarde om enkel die vriendinnen dan te filmen. Mijn vriendinnetje was laatst jarig en toen heb ik deze oorbellen gekocht van Swarovski voor haar. En ik vond ze zelf echt zo mooi, dus ik heb zelf de precies gekocht. Ik ben er echt gek op. Ze zijn mijn eerste oorbelletjes van Swarovski. En het is van een nieuwe collectie. Ik heb even mijn extensie uitgedaan en iets comfortabels aangedaan. Want ik ga even lekker koken. Ik denk dat ik gewoon even een slaatje ga maken of zo met iets warms erbij. Dus ik ga nu gewoon starten. Ik was trouwens net live op Instagram. Dat was echt vet leuk, want ik heb het echt super lang niet gedaan. Ik denk echt dat ik 3 maanden of zo niet live ben geweest. Dus het was wel leuk. En ik ga even laten zien wat ik ga koken. Trouwens, bij mij is het gewoon super simpel. Ik maak niks exclusiefs of zo. Het is gewoon simpel en gezond. Trouwens, ik eet vandaag gewoon alleen, want Nessim is aan het werk. Ik ga gewoon kipschnitzel maken. Ik weet dat het niet heel gezond is. Maar ik eet dit gewoon met een beetje salade erbij. Dan is het gewoon oké. Echt gek op hete sausjes over mijn eten. Tabasco is echt mijn favoriet. En ik heb deze gisteren gehaald bij, even kijken, bij de Lidl. Echt super lekker. En hij is lekker pittig. Een salade met kikkererwten maken. Dat is echt mijn verslaving, kikkererwten. En ik doe eigenlijk gewoon letterlijk alles in wat ik in huis heb en wat ik gewoon lekker vind. Ja, ik denk dat heel veel mensen mij gaan haten voor dit, maar ik hou van warme kikkererwten in mijn salade. Ik denk dat mensen echt hierop gaan flippen gewoon. Dus ik doe al het inhoud in een pannetje en dan warm ik het een beetje op. Je hoeft het natuurlijk niet op te warmen. Ik denk dat heel veel mensen het ook helemaal niet lekker vinden als het warm is. Maar ik vind het echt heel lekker. Dit is mijn avondeten, jongens. Niks bijzonders, maar ik ga hier echt van genieten. Ik drink overal lekker koude water bij. Ik ben echt zo gek op kikkererwten. Ik heb nu kikkererwten met citroen en olijfolie. Ik vind het echt zo lekker. Oké, ik heb nu lekker een maskertje op van Bobbi Brown. Dat heb ik een tijdje geleden gekregen van een PR-bureau. En ik vind die echt super fijn. Dus doe ik best wel vaak op, want hij hoeft maar 5 minuutjes op. En het werkt gewoon goed voor mijn huid. Mijn huid is eigenlijk best wel slecht aan toe na de operatie. Ik heb heel veel puisten opeens. Vooral op mijn neus. Dus dat vind ik niet zo tof. Maar ja, af en toe een maskertje helpt wel. Ik heb nu dus die van Bobbi Brown op. Ik ga jullie even laten zien welke het is. Even kijken. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dat is deze van Bobbi Brown. Staat op de Instant Detox. Kijk, dit is de verpakking. Staat op Instant Detox. Hawaiian Seawater en White Clay Mask. Hij is echt super fijn. En hoeft er maar even op en dan kan je het weer afwassen. Dat is echt een aanrader. En hij ruikt ook echt super lekker. Lekker druiven aan het eten. En ik heb een nieuwe flesje water gepakt.
ik ga hierna, nadat ik mijn gezicht heb gewassen, ga ik even de afwas doen. Ik wil eigenlijk nog een wasje draaien, maar dat kan niet, want het is best wel laat. En ik heb ook nog buren natuurlijk met kindjes. En het is gewoon door de weekse dag, dus dat kan niet. Dus ik ga gewoon zo de afwas doen. En is gewoon klaar voor mij voor vandaag. Mijn nagels trouwens gebroken. Dat is net gebeurd toen ik de masker opdeed. Gelukkig heb ik over 3 dagen weer gesprek met Michelle. Dat maakt niet uit. Dus ik denk dat ik bij deze gewoon even de vlog afsluit. Dus ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En ik zie jullie de volgende keer. Doei doeg!